Aan de zuidkant van Goorle zit het bedrijventerrein Tijvoort. Op het terrein staan behalve de nodige bedrijven ook enkele woningen. Het is maandagavond 23 december. Nog een paar dagen en het is kerst. In een van de huizen aan de Nieuwkerkse dijk zijn rond 9:15 een man en een vrouw gewoon thuis. Het is een moeilijke periode voor het echtpaar. Ze hebben een paar dagen eerder het bericht gekregen dat de vrouw een operatie moet ondergaan. Dat maakt deze dagen voor kerst niet makkelijk. Ze hebben dan nog geen idee dat hen op deze avond nog een drama te wachten staat. De overvallers zijn ervan overtuigd dat er geld moet zijn, maar het echtpaar heeft alleen wat boodschappengeld in huis. Zelfs de ringen aan de vingers van de vrouw zijn niet veilig. Het lukt ze niet om ze los te krijgen. Ik wil nu dat geld zien, jongen. Ik wil nu dat geld zien. Alleen wat klein geld. De man doet zijn uiterste best de overvallers ervan te overtuigen dat ze niet veel geld in huis hebben. Maar ze geloven hem niet. Steek je in de fik! Steek je in de fik, hoor! Laatste kans! Zeg maar waar dat geld is! Alleen maar geld! En dan blijkt de brandbare vloeistof water te zijn. En zijn de daders echt weg. Een hele gewelddadige overval op een toch wat oude echtpaar. Ze werden met de dood bedreigd en het huis zou in brand worden gestoken. Er was geen geld, dus de buit was ook niet meer dan wat kleingeld, een portemonnee en een horloge. Dit maakt diepe indruk. Deze daders moeten snel gevonden worden voordat ze weer een overval kunnen plegen. Daarom zoeken we getuigen, mensen die zich iets weten te herinneren van die maandagavond 23 december. Mensen die hier in de buurt zijn geweest en toch misschien iets opvallends hebben gezien. Misschien realiseerde u zich toen niet dat er net een grove overval werd gepleegd. En heeft u toen wel iets gezien, maar dat niet met de politie gedeeld. Dat kan alsnog. Drie donker geklede mannen, met in elk geval één opvallend detail. Eén van hen droeg een sportbroek, een soort gelijke als deze, met felrode strepen aan de zijkanten. Tussen de buit zat ook een horloge zoals deze van het merk Arrowwatch, met een inscriptie met daarin het jaartal 2010. Wie zegt dit iets? Het is niet duidelijk hoe ze zijn gevlucht. Te voet verdere bedrijventerrein in? Of heeft er in de buurt een auto gestaan waarmee ze zijn weggereden? Ze hadden haast, zoveel is duidelijk. En dat kan zijn opgevallen. Het gebeurde rond 9:15. En de daders zijn zo'n 30 minuten binnen geweest. Dus aan iedereen de oproep die rond 9:15 hier in de buurt is geweest en iets opvallends heeft gezien, maar misschien ook wel op andere plaatsen iets gezien of gehoord heeft, laat het ons weten. Denkt u nog even terug aan die maandag 23 december. Toen werd het echtpaar in Goorle met grof geweld door drie mannen overvallen. In hun eigen huis aan de Nieuwkerkse dijk. Belt u met 0800 60 70 als u ook maar iets denkt te weten dat kan helpen de daders te vinden. Anoniem blijven en toch informatie doorgeven, dat kan ook. Bel dan met 0800 7000. Ook het nummer van het team Nationale Criminele Inlichtingen is open, voor als u rechtstreeks met iemand van het team wil praten. Dat nummer is 079-345-8999.